allemaal, ik ben weer thuis na een prachtige reis door Amerika. En ik ben hier de bosman weer op gaan zoeken. Het is hier ook echt herfst geworden. Prachtige herfstkleuren overal. En de zon die blijft laag staan, waardoor je heel erg mooie herfstkleuren krijgt. Ik ben vandaag op landgoed Gorp en Rovert. Op het Gorpsbaantje, de grote doorweg door het landgoed, staan een aantal lindes. Vijf op een rij en eentje op 90 graden ernaast. En dat komt omdat hier vroeger een café heeft gestaan. Dit was een belangrijke doorweg van Breda naar Luik en hier kwamen heel veel passanten langs. Het was een groot verlaten stuk en wanneer het donker werd, dan moesten de mensen in een herberg kunnen overnachten. En dat kon hier, in dit café. Dat café is door de blikseminslag afgebrand. Dat kun je nog steeds zien aan de lindes die voor aan de gevel stonden. Ze zijn een beetje naar voren gebogen en krom gebogen. En de achterkant is zelfs doorgescheurd door al de warmte die vrijkwam met het afbranden van het café. De linde is een markante boom en werd veel op belangrijke plekken geplaatst. Op herkenbare plekken. Net zoals dus hier bij de herberg. Mensen zagen al van ver af aan de linde staan en wisten daar moeten we naartoe. Dat is een belangrijke plek. Hoewel een linde een echte bosboom is, vind je ze vooral bij boerderijen en plekken waar mensen hebben gewoond. Net zoals hier dus bij het café. Dat komt doordat lindes voedselrijk blad hebben. Dat blad wilde men graag gebruiken voor het verrijken van de grond. In de bladeren zit namelijk kalk en die bomen die halen dat diep uit de grond. En de bovenlaag zit weinig kalk, want alle mineralen zijn naar beneden gezakt. De planten in de bovenste lagen kunnen daar niet bij, maar die lindes dus wel. Daarom is dat lindenblad heel erg belangrijk, want dat verteert heel snel en maakt de grond minder zuur. Daar kunnen heel veel planten op leven. En daardoor werd het ook door boeren gebruikt. Hier op de grens tussen Nederland en België heb je een erg afwisselend landschap. Je hebt verschillende soorten bossen zoals naaldbossen, loofbossen en gemengde bossen, maar ook akkers, weilanden en heides. En het allemaal hier op de 1200 hectare particuliere landgoed. Deze plek vind ik altijd heel erg mysterieus. Er hangt hier een bepaalde sfeer door de rust die hier hangt, de grote bossen, de grote donkere bossen. En dan is er ook nog een grensgebied waar meestal heel veel dingen gebeuren. En alles bij elkaar zorgt ervoor dat ik altijd een raar, mysterieus, spannend gevoel bij krijg. Duidelijk een landgoed met zijn hele grote lange lanen. Met prachtige beuken erin. En natuurlijk de landerijen met de boerderijen erbij. Hoort allemaal bij het landgoed.
ben bijna aan het einde van de laan. En aan het einde van de laan staat het torentje van de Leenhof. Dat kun je precies vanuit de laan zien. De Leenhof is een van de oudste boerderijen hier op Gorop. Je hebt Gorop en Rovert en dit is Gorop. En hier op Gorop waren vier boerderijen, waarvan één dus de Leenhof. Het is ook een van de oudste, uit 1312 komt hij ongeveer. En de Leenhof heet zo omdat vroeger al deze landerijen van de hertogen van Brabant waren. Boeren die pachten die grond, die lenen dus die grond van de hertogen. Daar moesten ze geld voor betalen. En hier in de Leenhof werd dat geld aan de hertogen gegeven. Daar in dat speciale kamertje werd dat gedaan. Daar werd het geld overgedragen aan de hertogen. En hier werden ook de afspraken gemaakt wie welke grond kreeg voor welk geld. Daarom was dit ook een bijzonder en belangrijke boerderij. Daarom heeft het ook een gracht. En hier staan dus ook twee lindes bij. Een markante plek weer in het landschap. Hier op het Leenhof is ook Johannes Europius Becanus geboren. Een taalwetenschapper uit de 16e eeuw. Daar naast de deur zit nog een afbeelding van Johannes Europius Becanus. Latijnse naam en eigenlijk heette hij Janus van Gorp. Hij was namelijk hier op Gorp geboren. Heel de familie heette van Gorp omdat hij allemaal hier leefde. Hij vond het hier zo mooi en hij vond het echt een paradijs. En hij bedacht ook dat hier het paradijs heeft moeten liggen. Adam en Eva zouden dus Beek spreken. Hij was namelijk een taalwetenschapper en hij had een manuscript geschreven van 1000 pagina's vol met feiten die niemand anders kon tegenspreken. Daarom dacht men ook dat het waar was. Het café waar we zojuist waren begonnen, wat nu af is gebrand, heette ook het paradijs. Naar het geschrift wat Johannes had gemaakt. Op deze mooie plek is mijn einde van mijn vlog. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en blijf zeker kijken. Je kunt me volgen op YouTube, Facebook, Twitter en Instagram. En dan zie ik je volgende week weer. Tot dan. Doei.